Eerst moeten we nog een finaliste van Miss Limburg aan jullie voorstellen, want de dag van de kroning komt dichter en dichter. 25 september wordt de nieuwe Miss Limburg gekozen en dat tijdens een heus gala in de Grenslandhal. En daar kan je nog altijd bij zijn. Ga even naar de website als je een ticket wil, misslimburg.tv. Daar vind je alle informatie terug. Zie dus wat een mooie affiche dat je hier terugvindt. Als je gewoon wil komen kijken, kost een kaartje 25 euro. Maar alle informatie vind je dus op de website. En een van die dames die je daar dan aan het werk zal zien, is Alieke van de Venne, 18 jaar uit Heusden-Zolder. Goedemiddag, Alieke. Goedemiddag. Het is de eerste keer dat je meedoet aan een misverkiezing? Ja, ik heb nog nooit. Ik heb er geen ervaring mee. Nee, en hoe valt het mee tot nu toe? Tot nu toe is het heel plezant. We zijn eigenlijk nog heel goede vriendinnen. Er is nog... Ik merk nog geen rivaliteit, dus... Je bent voorzichtig, voorzichtig. Ja. Nee, nog. Ja, nog niet. Ik weet niet hoe het gaat zijn op de show, maar... Nee, maar dat is nog lang, dat is nog een maand. Ja. En jullie moeten nog eerst naar Turkije, want jullie vertrekken heel binnenkort, hè? Ja, van woensdag op donderdagnacht. Ja. Dus daar gaan jullie wat repeteren voor die grote show van 25 september. Maar eerst willen we jou ook wat beter leren kennen. We hebben het juist gehad over het Heusden-Zolder of Zolders dialect. Ja. Jij bent vandaar, hè? Van Zolder, ja. En spreek je dat dialect? Ik eigenlijk niet meer, maar mijn mama en papa die spreken dat eigenlijk nog heel veel. Ja. Dus ik herken dat dus wel. Ja, ja. En je verstaat het wel goed. Ja. We hebben ook aan jou gevraagd om ons 5 foto's door te sturen, zodat we je beter kunnen leren kennen. We gaan eens kijken naar welke dat jij hebt doorgegeven. Heel herkenbaar. Dit is de ingang van het circuit van Zolder. Ja. Ja, als de mensen vragen waarvan ik kom, dan zeg ik altijd dat ik heel kort aan het circuit van Zolder woon. Dat kennen de meeste mensen wel. Dus... Mm-hmm. Dat is heel bekend bij ons. Ja, en ga je daar dan af en toe eens naartoe? Ja, vroeger ging ik daar vaak fietsen. Mm-hmm. Nu niet meer zo vaak, maar ik kom daar toch nog wel af en toe. Ja, en als het zo de 24 uur van Zolder zijn, ja, kan ik je ben slapen? Toen was ik niet thuis eigenlijk die nacht, maar dus dit weekend waren de 24 uur fietsen en daar ben ik wel een kijkje gaan nemen. Ja, dat is iets stiller dan wel van de stroom dan de auto's. Goed, we kijken naar de volgende foto. Dat is... Wijst dus op dat blauw plaatje dat Limburg dus het fietsparadijs is. Mm-hmm. Daar staan we dus voor bekend. En dat doe je graag ook? Ja. Ja, ga je regelmatig fietsen? Nu niet meer zo heel vaak, maar ik heb competitiewielrennen gedaan. Oh. En nu af en toe nog zo eens op de koersfiets gaan zitten. Amai, een sportieve meid dan. Inderdaad. Ja, doe je nu nog iets anders dan van sport? Lopen ga ik ook vaak. Maar niet in competitieverband, niks meer. Nee. Goed, we kijken naar de volgende foto. Dat is dus de Dodge bij ons thuis, die er niet meer is nu. Mm-hmm. Het heeft er dus heel mijn leven lang gestaan. Ik ben heel gewoon, dat gebouw. En de mensen die hebben dat dus altijd gehad als herkenningspunt. Dus mensen die altijd langs het kanaal aan het wandelen of aan het fietsen waren, die konden dat gebruiken als herkenningspunt, maar nu is het er dus niet meer. Ja. En wat werd daar gedaan voordien, weet je nog? Ze hebben me verteld dat dat vroeger... voor veel voeder was in het gebouw, maar verder weet ik er niks van. Nee, en nu zie je het niet meer staan. Nee, het is helemaal weg. Ja. Oké, goed. We kijken naar de volgende foto. Het is een modieuze auto. Chic. Ik ben dus een grote autofan. Ik heb thuis een hele verzameling van modelwagens. Allee. Maar je kan ook een wagen winnen, geloof ik, als je Miss Limburg hoort. Ja, voor Miss Limburg is het een Peugeot en ja, voor Miss België dan ook maar een ander model. Ja. En vind je dat oké? Dat is wel oké. Ja. Kan er nog net door, hè? Ja. Nee, dat moet je wel zeggen voor de sponsor, hè, Alieke. Want anders gaan ze daar niet tevreden mee zijn. Goed, dan nog een foto. Daar heb je het net al over gehad. Hè, over het lopen. Dat is een van mijn favoriete sporten. Joggen gaan. En hoe vaak doe je dat? Toch 3 à 4 keer per week. Oeh, zoveel. En hoe lang? Een half uurtje. Amai. Meestal 's morgens, omdat dan nog goede buitenlucht is. Ja. En dan heb je het ook gedaan voor de rest van de dag, als je inderdaad Dan geen zin meer hebt. Is dat iets waar er veel meisjes mee bezig zijn in de groep, zo met de lijn en sporten? En... Daar heb ik eigenlijk nog niet zo gevraagd, maar ik denk niet dat er heel veel zo heel sportieve meisjes die daar heel fanatiek mee bezig zijn, Nee. Dat zijn er niet echt bij, maar... Ik denk dat iedereen toch wel een beetje op zijn lijn let. Ja, en toch wat sporten. Zeg, en waarom zou jij de ideale Miss Limburg zijn? Omdat ik organiseer graag dingen. En ik ben ook graag onder de mensen. Ik zit helemaal niet graag thuis de hele dag. Dus ik ben graag op een ander. En omdat ik
voor eventueel als ik Miss België moest worden, dat ik kan goed Frans. Nou ja, dat is wel een troef natuurlijk. Hè. Ja. Goed. En je gaat ook terug beginnen te studeren nu? Inderdaad, ja. Wat ga je doen? Ik ga revalidatiewetenschap en kinesietherapie doen. Oei. In Hasselt, ja. En wanneer begint dat dan? Onze school begint rond de 20e, denk ik. Oh, dan heb je nog even tijd. Ja. Dat is dan net voor... Voor het gala, ja. Ja, goed. Dan moet je zeker nog al je medestudenten aanporren om voor jou te stemmen, want we kunnen sms'en voor jou ook, hè? Inderdaad. Hoe gaat dat? Emily spatie 12 naar 3250. Je hebt nummertje 12. Ja. Op de website misslimburg.tv vind je trouwens alle informatie over onze kandidaten. Daar kan je uitkijken, uitkiezen voor wie jij wil stemmen, van wie jij vindt dat verdient om Miss Limburg te worden. Hartelijk bedankt, Alike. Heel veel plezier in Turkije. Dank je. En ik zei het al, op 25 september is het zover. Dan is het dat grote gala van de Miss Limburg-verkiezing in de Grenslandhallen. En dat moet dan op deze manier eruit zien. Presenteert het gala van Miss Limburg op 25 september Grenslandhallen Hasselt met Glamorous Afterparty.